Max Verstappen staat morgen vanaf de derde positie tijdens de Grand Prix van Canada. De Nederlander zette tot 3 keer toe de snelste tijd neer bij de vrije training, maar moest tijdens de kwalificatie toch Vettel en Bottas voor zich laten. Dan Simone Halep, de tennister, pakte vandaag haar allereerste Grand Slam titel door het toernooi van Roland Garros op haar naam te schrijven. Het was echter geen zekerheidje voor de nummer 1 van de wereld, want ze speelde al 3 keer eerder een finale die ze verloor. Het NBA-seizoen in Amerika is ten einde gekomen met als grote winnaar de Golden State Warriors. De ploeg won 4 keer op rij van de Cleveland Cavaliers in de Best of 7-serie en behaalde het kampioenschap daardoor met een clean sweep. Dan onze poll. Een kleine meerderheid van jullie denkt dat Brazilië de oefenwedstrijd voor het WK gaat winnen van Oostenrijk. Dit was de RTL Sport Update. Graag tot morgen.